Hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer meekijken met mij. Het is weer een live voor Doerding. En ja, ik ga vanavond een kaartje maken met een envelop met een speciaal effect. Maar voor ik daar mee bezig ga, ga ik eerst even laten zien waar ik mee aan de slag ga. Ik ga aan de slag met de nieuwe Mariana Design collectie. En ik ga onder andere deze gebruiken, deze collectible. Met die mooie ja, bloem. Ik weet eigenlijk niet eens hoe die heet. Hij zal een naam hebben. Nee, geen idee. Maar daar ga ik mee aan de slag. Het leuke hekje ga ik mee aan de slag. Ik ga ook met het label aan de slag. Leg ik even aan de andere kant neer, heb ik nog nodig. De nieuwe cirkel ga ik gebruiken. Het is, ik hoorde al laatst iemand van, ja, maar hij lijkt zoveel op. Ik heb die andere niet, maar volgens mij is deze net een slagje kleiner dan die andere die er al is. Ook een hele toffe basismal. Nou, deze is nieuw. Die ga ik misschien ook gebruiken. Weet ik nog niet zeker. Ik heb hem wel klaargemaakt, maar vind ik ook mooi. Past ook weer heel leuk bij die eerder uitgekomen is. Die heeft een halve bloem. Past die heel leuk bij. Het konijntje, of de konijntjes van achteren. Ook ontzettend leuk. De vlindertjes ga ik ook gebruiken natuurlijk. Die kunnen niet ontbreken. En het nieuwe papier zal ik ook even laten zien. Misschien dat jullie het ook al gezien hebben. Oh, met allemaal printjes en op de achterkant dan even kleurtjes. Dat het zo goed te zien is. Even meekijken. Mooie bij elkaar passende kleurtjes. En dan zijn er ook nog vijf verschillende potjes met shakers. Die ga ik vandaag niet gebruiken. Ik heb er vier. Ik zal ze even laten zien van dichtbij. Echt wel heel leuk. Dit is de Lucky Blossom. Kijk hoe leuk vlindertjes en of vlindertjes, lieve heersbeestjes bedoel ik. En bloemetjes. Ja, ook vlindertjes. Zag ik het wel goed. Kijk, kleine vlindertjes. Echt een hele leuke mix. Die is nieuw. Maar ik kon dat natuurlijk niet laten staan, want ik ben gek op shakerkaartjes. Ik ga het alleen vanavond niet een shakerkaartje maken. En dan hebben we deze. Dit is de Over the Rainbow. Echt een hele leuke mix in pastel tintjes. Nou, er zitten kleine regenboogjes in. Nou, ik noem ze altijd hageltjes. Zitten erin sterretjes. Kijk, en dit zijn die gele en die paarse. Dat zijn kleine unicorns. Kijk hoe ontzettend leuk. Nou, die is natuurlijk echt heel mooi. Degene die ik niet heb is eentje die ik geloof voor Pasen is. Ik maak zelf niet zo vaak paaskaartjes. Maar voor de liefhebbers is het natuurlijk ook heel leuk. Dit is Spring is Here. Ook een hele leuke. Met soort van bijtjes en kikkertjes zitten daarin. Mooi groen met witte tinten. En de Romance. Met hartjes. En wit en roze en een beetje goud. Ook weer heel leuk. Nou, als schutkaartliefhebber konden die natuurlijk niet ontbreken. Maar ik had al gezegd, ik ga ze vanavond niet gebruiken. Vanavond ga ik maken een kaartje. Waar dan een giftkaart in kan. Maar daaromheen maak ik ook nog een envelop met een soort van special effect. Dus laten we aan de slag gaan. Ik heb wel veel al voorbereid. Stansjes en zo heb ik in elkaar gezet. Zoals de vlindertjes en zo. Maar verder de basis gaan we nu mee aan de slag. Nou, ik begin met het kaartje wat aan de binnenkant komt. Nou, de basis daarvan
Oh, ik zou jullie ook nog even het kaartje laten zien. Misschien hebben jullie hem al voorbij zien komen. Ik had al even een snel, simpel kaartje ermee gemaakt met het vlindertje. Die lag er nog bovenop. De basis heb ik natuurlijk gemaakt met die kleine nieuwe cirkelmal. En het nieuwe papier. Die heb ik al even gemaakt. Omdat ik anders niet helemaal precies weet hoe lang het gaat duren. Want ik dacht ik wel een best project. Maar misschien valt het wel weer mee als ik bezig ben. Ik vind dat zo lastig inschatten. Maar hier ga ik mee beginnen. Dit is de onderkant. En dan ga ik als eerste starten met deze. Ik zal even mijn stansmachine aanzetten. Als er vragen zijn, stel ze gerust. Ik probeer ze dan te beantwoorden voor jullie. Nou, wat ga ik doen? Ik had hier een stuk kaartstok. Ik had er al even opgeschreven dat dit voor het label is. Gum ik even uit, want het hoeft er niet meer op te staan natuurlijk. Kijken of ik goed in beeld ben. Ja, dan pak ik het label. En dit stukje kaartstok, je snijdt een stukje kaartstok uit waar het label dus een beetje ruim in past. Nou, eens kijken hoe breed heb ik dat. Nou, dat komt niet zo heel precies. Ik ben altijd mijn liniaal kwijt. Ik heb er wel een stuk of drie, maar 14,5. Nou, dat vouw ik dubbel. Nou, ik denk dat jullie wel een beetje weten hoe dat werkt. Dan vouw ik hem dubbel op deze manier. En dan leg ik mijn stansen zo op. Ik laat hem zo nog even aan de andere kant zien. Zet ik hem vast met tape. Ik leg hem er zo op dat het buitenste snijrandje net naast het papier valt. Nou, ik doe het nu een beetje op gevoel. En dan kijk ik even aan de achterkant. Nee, ik moet hem even een beetje verder nog. Ik zal hem zo even van dichtbij laten zien. Nou, dat is wel lastig om het end te laten zien en het dan vast te zetten. En dan heb ik hem op de vouwrand, heb ik hem als het ware zo dat deze buitenste snijrand er net naast komt. Nou, dan ga ik hem op deze manier door de stansmachine halen. Ik ga het even lawaai maken. Het duurt even. Yes. Halen we hem er voorzichtig af. Zo. En dan hebben we, zoals je ziet, een mooie dubbele een dubbele tag. Ik kwam even niet op de naam, maar dan heb je dus een mooie dubbele tag. Nou, wat gaan we nu doen? Ik pak nu het middelste gedeelte van dat matlaagje. Deze kan ook gelijk wel mee. En dan zoeken we even een leuk kleurtje uit. Het nieuwe standblok. Ho. Het nieuwe papierblok bedoel ik. Zelf vind ik dit wel een heel vrolijk papiertje. Nou, die had ik ook al vaker gebruikt, zoals je kunt zien. Dat halen we er gewoon even uit. Stukje op maat. En dan die nog. Nou, zet ik wel even vast. Want anders dan zul je zien dat hij ernaast schiet straks als ik hem door mijn machine haal. Ik heb ook al eens een keer een stukje kerstboom uit mijn magneesmat gesneden, zoals jullie zien. Foutje, bedankt. Nou, zetten we even vast. En die gaat ook even door de machine. Dus dat weer even lawaai maken.
Nou, dit is nog het simpele deel. Nou, straks wordt het ook niet heel ingewikkeld trouwens hoor. Maar dan moeten we wel wat meer handelingen doen. Yes. Eén. En twee. Oh, er al mee te gooien. Oei. Voorzichtig weer eraf halen, dat het papier niet scheurt. En die in het geel. Zo, die ook weer terug. Dat doen we weer even in het mapje. Dan kunnen ze niet kwijtraken. En dan leggen we die opzij. Nou, dan heb ik de voorkant. Ik moet straks natuurlijk nog een kleurtje uitstansen. Dus ik heb hem nog een keertje nodig eigenlijk. Maar ik ga eerst in de binnenkant aan de slag. Wat ga ik doen in de binnenkant? Deze ga ik gebruiken. Die draai ik een kwartslag. Dan pak ik mijn cirkelponsje. Ik heb hem met een doorsnede van... Nou, wat is het? 1,6, 1,7. Nou, dat kan ook wel een beetje een ander maatje zijn. Kijk even wat je hebt. En dan ga ik ongeveer in het midden... de helft eruit knippen. Nou, dan kijk ik even naar mijn tag. Ik wil graag dat hij die kant opent. Dus ik leg hem op deze manier neer. Zo gaat hij dicht. Draai ik mijn slag. Ben ik nog in beeld? Ja. En dan wil ik dat hij hier komt. Wat doe ik nu? Ik pak een... ik pak mijn tape. Ik dacht, wel ligt het? Ik heb een dunne variant. Want als je dit dikke doet, past het kaartje er niet meer goed in. Dus ik pak de 3 mm. Heb je dat niet, kan je natuurlijk ook gewoon een heel dun randje lijm doen. Hè? Doe ik echt helemaal aan de kant. Onderlangs ook. Zo. En dan hier nog een keertje. Kijk, ik heb hier een kaartje. En zoals je ziet, past dat kaartje er nu nog mooi ruim in straks. Dus gebruik niet een bredere, want dan krijg je een te strak vakje. Omdat je ook geen ruimte over hebt voor de dikte van het kaartje, zeg maar. Dus je moet echt, echt goed langs het randje plakken. Oh, de prullenbak staat, is bezet. Dus even kijken, zo komt hij erop. Zo slaat hij open. Ik draai mijn slag. En dan plak ik hem hierin. Maar let op, ik plak hem zo ver mogelijk. Wat nog mooi is, naar onderen. Niet helemaal in het midden. Want dan krijg ik mijn kaartje er niet goed in en uit. Kijk. Nu kan er een cadeaukaartje in. Maar, zie je, nu past je kaartje precies tot die lijn. Als je hem wat hoger plakt... Dan komt hij precies op de vouwlijn en dan, nou ja, dan kan hij niet mooi dicht. Je kan er natuurlijk ook geld in stoppen of iets anders, maar ik vond dit wel heel leuk. Nou, tekst erop is natuurlijk nog leuk. Dan wil ik natuurlijk deze erop, maar die wil ik ook aan de andere kant. Dus ik moet nog een keertje stansen. Even kijken, ik moet even zoeken. Want ik had ook vlindertjes klaar. Even kijken welk vlindertje ik hierop wilde. Dit vlindertje wilde ik hierop. Dus even kijken wat een mooi kleurtje is voor de voorkant. Dan willen we natuurlijk een ander kleurtje pakken. Dat patroontje. Even kijken. Iets met paars is misschien ook wel leuk. Nou, dat wordt misschien wel heel paars. Hè? Soms, ik vind dat drukken nooit zo leuk. Maar aan de andere kant laten we dat gewoon eens een keertje doen. Laten we gewoon een chic doen. Zullen we deze doen? Doe gewoon deze. Kan mij het spelen. Gewoon een keertje gek doen en een druk patroontje pakken. Nou, knip ik even een stukje uit. Als ik hem niet mooi vind, kan ik hem altijd nog omkeren. Knip ik even weer. Ben ik nog in beeld hier? Met de krokusjes die hierop staan, denk ik dat het krokusjes zijn. Die doen we zo.
En dan heb ik natuurlijk ook nog een extra lipje nodig. Dus die komt hierop. Recyclen we het plakbandje weer even. Die komt hierin. Even zien, waar ben je? Hier. Ja, het is mij al gauw te druk, maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die dat juist wel heel leuk vinden. Dus ik dacht, nou, laat ik dan vandaag gewoon eens voor een druk patroontje gaan. En dan gaat hij nog een keer. Ja, lawaai. Ik moet zeggen dat ik deze nieuwe release van Marianne Design echt super leuk vind. De kleurtjes en de vlindertjes. En het is gewoon lente, zeg maar. Super vrolijk. Verlangen we allemaal, denk ik, wel een beetje na. Ik ben wel echt een wintermens, maar... Maar de zomerwinter als we nu hebben met al die regen. Verschrikkelijk toch? Dat wil toch niemand? Hier moet ik nog even een magneetvelletje op plakken binnenkort. Maar dat doen we binnenkort even. We gaan nu eerst even lekker verder. Deze daar weer op. En dan hebben we nog zo'n dingetje. Hoppakee. Even kijken. Nou, dan plak ik deze hier. Zo, kijk, dan zijn ze wel beide gewoon netjes afgewerkt. En dat willen we natuurlijk ook graag. Ben ik nog in beeld? Ja. Mijn buurman begint met zijn container te rijden. Dat is wat jullie horen. Het is altijd zo gehoorig. Maar dat maakt het toch ook wel weer gezellig. Nou, ondertussen plak ik mijn dingetje er scheef op. Maar vooruit. Het is niet anders. De volgende, als je het handig vindt, kan je hem natuurlijk ook uitstands in dubbelzijdig... hoe noem je dat? Dubbelzijdig tape. Dan... heb je er gelijk lijm op. Zo. Nou, ik ben van het scheef plakken vandaag. Ik ben vandaag lekker bezig. Ja, daar is hij. Hoppakee. Zo. Nou, leg ik hem even plat neer voor de voorkant. Komt deze hierop. Ik doe er niet zo heel veel poespas. Hoe zeg je dat? Heel veel op nu. Omdat ik op de envelop met het speciaal effect ook nog een leuk tafereeltje ga maken straks. Zo. En dan komt deze zometeen hierop. Op deze manier. Ik moet even kijken. Even stiekem spieken. In de hoek, of dat past. Zonder dat ik al verklap wat het wordt. Want dat is natuurlijk een leuke verrassing. Ja, zo past die. Dan plak ik hem er zo op. Gewoon even doen hoe je het zelf leuk vindt. Ik doe hier gewoon lekker wat lijm op. Hoe je de... ding is het leukste uit vindt komen natuurlijk. Nou, hoe vind ik dat het leukst? Ik weet het eigenlijk helemaal nog niet. Nou, ik doe hem gewoon zo. Op deze manier. Oké. Nou, je kan natuurlijk nog, als je het leuk vindt, er een touwtje doorheen doen. Dan kan hij open en dicht. Ik laat het zo, zodat hij wat makkelijker pakt. En dan is het misschien nog wel leuk om het vlindertje hierop te maken. En dan nog een leuke tekst erop. Alleen ik doe er nu nog geen tekst op. Ga ik straks nog even bedenken. Maar het leuke vind ik dan dat je het dan nog voor meerdere dingen kunt gebruiken. Dat je dan op het laatste moment nog je tekst erop doet. Maar dan kan je hier nog een leuke tekst op plakken. Nou, ik had een leuk koordje gekocht. Ook bij Doe het Ding. Ik weet niet
Ik pak hem nu, maar ik weet eigenlijk niet of hij er nog is. Ga even kijken straks, dan link ik hem er even bij. Kijk, en omdat ik dus, eigenlijk had ik dat even eerst moeten doen. Omdat ik dus dit bovenste stukje niet gelijnd heb, alleen het onderste, kan je daar nog een touwtje doorheen halen. Zie je dat? En dan zou je hem zo vast kunnen zetten. En dan moet de ontvanger moet dan eerst het touwtje openmaken. En dan kan hij bij zijn giftkaart. Nou, dit komt aan de binnenkant. Dus dat hebben we nu deels klaar. Deze ga ik even opzij leggen. Even kijken, wat is opzij? Hier is opzij, bij de rest van mijn rommel. Wat lekker buiten beeld is. Nu ga ik aan de slag met de leuke envelop. Wat heb ik daarvoor nodig? Nou, daar heb ik voor nodig. Even een beetje bij elkaar zoeken allemaal. Ho, 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 ho. Gaat er niet mee gooien. Ik heb nodig een stuk kaartstok van... Waarom is mijn liniaal weg? Wel een lange liniaal. Waar heb ik jou gelaten? Ik heb er hier nog wel eentje. 23,5. Voor de zekerheid even nameten. 23,5 bij 13,5. En twee stukken van ook 13,5 bij 15. Dus twee stukken van 13,5 bij 15 en één stuk van 23,5 bij 13. We beginnen met die van 23,5 bij 13. En dan zoek ik mijn... waarom is alles hier weg? Oh, dat heb ik eigenlijk altijd, hè? Dat alles weg is. Dat is toch zo raar? Het liefst heb ik gewoon een bureau wat netjes is. Waar ik... Dat ik alles gewoon zo kan pakken in mijn buurt. En dat het opgeruimd is. Nou, zie het voor je? Dat kan dus natuurlijk niet. Nou, 23,5 bij 13,5. Die ga ik rillen aan beide kanten. Ik ga eerst de ene kant rillen op 4,5. En 5 centimeter. Dus 4,5 en 5 centimeter. Dan draai ik hem om. En daar ga ik hem ook rillen op 4,5. En 5 centimeter. Even kijken of ik nog goed in beeld ben. Ja. Dus aan beide kanten op 4,5 en 5 centimeter. Leg ik opzij. Dan pak ik mijn twee andere stukjes. Die zijn 15 bij 13,5 allebei. Die ga ik aan de kant, leg ik de kant van 15, leg ik tegen de zijkant aan. En die ga ik rillen aan één kant op 1 centimeter. En op 1,5 centimeter. Dat is 1. En dat doe ik met mijn andere ook. Dus de kant van 15 leg ik tegen mijn zijkant aan en die dan ga ik rillen op 1 centimeter en 1,5 centimeter. Nou, dan kan deze opzij. Gum ik ook even hier de maten er weer af. Die had ik al gedaan. Nou, dan begin ik bij de grote. En dan ga ik de lijnen allemaal naar boven vouwen. Kijk, dan ontstaat er een soort van randje. Nou, dat doe ik aan deze kant ook. Dat scherper het vuil maken. Nou, dan ziet het er op deze manier uit als je hem van de bovenkant bekijkt. Zo. Deze ga ik ook dezelfde manier vouwen. Allebei dezelfde kant op.
akrils even goed door. Dat er een mooie scherpe vouw in komt. 1. En dat doen we bij deze ook. 1. En 2. Zo. Zie je? Dan hebben we 2 van deze strookjes. Nou, nu gaan we op deze strookjes, op deze zijde, tape doen. Dan pak ik wel een wat dikkere tape. Zo. 1. En deze ook. Zo. En dan gaan we er eentje vast plakken. De andere nog niet, want daar gaan we eerst nog wat mee doen. Ik leg de grote op de zijkant neer. En dus op dat 1 centimeter strookje leg ik hier zo tegenaan en dan kunnen we dat zo vastplakken. Hij lijkt voor mij net iets te breed te zijn. Ik snijd er even een heel klein strookje af. Net niet goed recht gehad in mijn machine. Nee, ik zie het al inderdaad. Zo, een heel klein strookje eraf. Zodat hij ertussen valt. Dat zal bij die andere ook zo zijn. Ja, dat is beter. Kijk dan zelf eerst ook even voordat je hem erin plakt, dat hij tussen die 2 randjes plakt. Misschien dat er nog een millimeter af moet, want anders dan sluit hij niet mooi aan. Nou, zet ik hem zo en dan plakken we hem precies tussen die randjes vast. Zo. Yes. Nice. Nou, gaan we bij de volgende ook doen. Ik ga eerst even kijken of hij er netjes tussen past. Nee, was ik al bang voor. Ook net niet. Moet even 2 mm nog af. Nou, beter eraf dan erbij, zeg ik altijd maar. Toch? Natuurlijk ook wel logisch, want je zit met die reellijn. Ja, die past, maar die plak ik nog niet vast. Ik leg dit even opzij. Want wat ga ik nu doen? Hij komt er dadelijk op deze manier komt hij erop. Op dezelfde manier als die ander. En dan wordt dit je bovenkant. Dus ik heb hier het... deze even aan de kant leggen. Ik heb hier het strookje van een centimeter. Daar heb ik tape op gedaan. Dit is je strookje van een halve centimeter. Kom je ook niet aan. En dan is dit je voorkant. Wat ga ik op die voorkant doen? Ik ga er een stukje uitsnijden. En dat doe ik als volgt. Ik leg hem even vast op mijn grid. Nou, jullie hebben allemaal waarschijnlijk wel een snijmat met een grid. Leg ik hem even netjes in het vierkantje neer. Ik pak mijn liniaal. En weer is mijn liniaal weg. Hier. Hij is gewoon doorzichtig, dat is het probleem. En een vingermesje. Nou, wat ga ik doen? Zorg dus dat je je lijn links of rechts van je hebt en niet boven of onder. Omdat hij zo straks is, zoals je ernaar kijkt. Klinkt wat ingewikkeld, maar als je dus de rillijn aan de bovenkant hebt en je snijdt dan, dan staat hij op zijn kop. Ingewikkeld. We gaan gewoon snijden. Ik heb mijn rillijntjes aan de zijkant, waarvan ik dus het meest de binnenste rillijn als maatvoering doe, zodat ik een 13,5 bij 13,5 vierkantje heb. En dan doe ik net of dit eventjes niet meetelt. Ik zoek ongeveer het midden op. Nou, ongeveer 13,5.
6,7. Ik doe het op het oog. Het komt ook namelijk niet heel precies. Ik draai hem even een slag. Anders dan kan ik het niet goed laten zien. Het komt niet heel precies namelijk, omdat het... nou, dat ga je straks wel zien. Ik ga nu een soort van sleufje maken van... ik meet hem net. En dan weet ik het al niet meer. Van, nou, rond de 5 centimeter. 5,5 centimeter. 5 kan ook. Nou, ik ga ongeveer in het midden. Waarom heb ik het grid? Omdat ik dan toch eventjes makkelijk kan zien dat ik hem recht zet. Zie, dan sluit ik hem hier aan. En ik sluit hem hier aan. Dat lijntje. En dan loopt hij recht. Dan wil ik hem dus 5,5 centimeter. Met zo'n kleine liniaal is dat een beetje lastig. Dus ik pak die griezelige grootte weer. Even kijken. Dan neem ik hem weer even uit. Dan kan ik hem hier doen. Ik doe hem hier. Nou recht. Yes. Dan begin ik bij 10. Nee, ik begin bij 9. 1, 2, 3, 4, 5 en een klein beetje. Komt niet heel precies hoor. Het hoeft niet per se 5 of... Nou, dan gaan we deze. Nu heb ik dus geen lijntjes meer om te coördineren. Misschien op jouw mat wel. Maar ik pak hem namelijk een paar millimeter. Hoeveel millimeter zal dat zijn? 3 denk ik ongeveer. Maak hem niet te breed. Want dan wordt het niet zo mooi. Nou, dan ga ik precies naast die ander. Ga ik nog een lijntje trekken. Zo. Nou, dan zit er een klein stukje uit. Nou, die wil ik er helemaal uit hebben. Dus ik sluit hem hier aan. En hier ook. Zo. En dan gaat hij er op deze manier uit. Zo. Dan leggen we deze weer even opzij. Oh. Vliegende magneten. Dan ga ik deze eerst bewerken. Wat doe ik? Ik vouw dit even helemaal weg, zodat ik dat eventjes niet zie. Omdat ik dan anders in de war is wel een heel groot woord. Maar een beetje in de war raak van van mijn stencil. Want ik ga nu stencil met inkt doen en dat wil ik niet op de zijkant hebben. Dus ik pak een stencil. Deze is ook van Marianne Design met wolkjes. Maar dat hoef je niet per se te doen. Je kan ook een leuk printje gebruiken natuurlijk. Dat is ook altijd leuk. Maar ik vond het wel leuk om hem een beetje te bewerken. Nou, dan ga ik eventjes leuke wolkjes maken. Hoop ik dat ze leuk worden. Altijd afwachten natuurlijk. Hoe iets uitpakt. Ik had al een prototype gemaakt om het even uit te proberen, maar die was me niet naar het zin. Dus die is ook weer weg, qua kleur. Even kijken. Mag wel een beetje verschuiven. Maar dat kan je natuurlijk ook in het roze doen en in paars en nou ja, wat je leuk vindt, hè. Ik maak nu gebruik van Salva's Patina. Vind ik zo'n mooie kleur. Vind ik ook wel weer passen bij de blauwe tintjes in het blok. Of blauw, het is niet echt blauw, hè. Blauw-groen. Ja, nog eentje. Zoals je ziet verschuif ik hem steeds. Nou ja, dit principe kennen jullie vast wel. Vast niet iedereen uit te leggen. Zullen we nog één laagje erbij doen? Zo. Ben ik goed in beeld? Ja, gelukkig. Ik denk altijd, dan ben ik uit beeld bezig en dan heb ik het allemaal al af en hebben jullie niks gezien. Nou, dat ziet er toch al leuk uit.
Nou, wat heb ik nu gedaan? Ik heb een grasrandje. En ik heb een hekje. Nou, ik had de bloem. We gaan gewoon even kijken wat we gebruiken hoor. Ik weet niet wat ik allemaal gebruik. Dat leuke bloementakje. Die. Een vlinder gestanst. Een rups. En nog een bloem. En nog een konijntje. Dus dat gaan we eerst doen. Nee, dat gaan we helemaal niet eerst doen. Ik ga eerst het gras doen. Want dat is het belangrijkste. Dat is nu eerst het handigst om te doen. Omdat je nu nog nog niet vast hebt gezet, zeg maar. Dit deel van de envelop. Zo. Kijk hoe hoog ik het wil. Deze hoogte. Zet ik hem even vast en dan knip ik hem even het randje erbij langs. Je kan het natuurlijk ook met je snijmachine doen, maar bij mij gaat dat altijd scheef. Misschien dit ook wel, maar ik dacht ik probeer dit nu eens. Zet ik hem even vast met een tapeje. Draai ik hem om. En dan knip ik langs het onderste lijntje, knip ik hem dan... Hoop ik. Oh, kijk, daar is hij alweer los. Dat werkt ook niet heel handig. Ja. Zo. Nou, gras hoeft natuurlijk ook nooit helemaal precies recht, hè. Zie, dan heb je een guideline. Hoe noem je dat? Ho, moet hij wel recht blijven. Een lijn waar je tegenaan kan knippen. Zo. Hartstikke idee. Hier een kleine hapering. Die wil ik eraf hebben. Weg. Even kijken. Zit er nog? Ik wil hem eraf hebben. Ik wil dat eraf hebben. Moet ik hem misschien toch beter even in de... machine kunnen doen. Nou goed. Ja, nu is hij weg. Zo. Even denken. Nu ga ik eerst hem erop zetten. Want ik moet nu eerst iets anders doen voordat ik alles erop kan plakken. Anders weet ik niet waar het moet. Nou, ik had hier die basis. Dus je ziet, die vouw ik open. Nou, dan ga ik deze er ook bij in plakken. Aan de andere kant. Zo. Nou, dan ziet je envelopje er zo uit. Nou, dat is een beetje raar, hè? Maar ik dacht, nou is het misschien wel heel leuk om een vlindersluiting te maken. Dat had ik maar voorbereid, maar ik ga hem toch nog eventjes een keertje stansen en laten zien hoe ik dat doe. Ik zou... is dit een goede kleur? Nee, dit is een fletse kleur. Even kijken waar ik die kleur heb gelaten. Waar bent u? Waar bent u? Deze is beter misschien. Is wat dikker ook. Ja, ik pak dit karton. Dit is mooi stevig. En dan heb ik nodig het lieve heersbeestje. Nee, het lieve heersbeestje. Het vlindertje. Ik ben vandaag in de war met lieve heersbeestjes en vlindertjes. Nou, wat pak ik dan van het vlindertje? Ik pak deze. En deze kleine. En die ga ik meerdere keren uitstansen. Ik heb hier vrij dik kartstok. Gebruik jij niet dik kartstok, dan zou ik het zeker meerdere keren uitstansen. Ik ga zo meteen even laten zien waarom. Nou, ik ga nu eerst even stansen. Ik moet even een paar keer stansen. Ik had het al klaar, maar ik denk misschien is het toch handiger dat ik het nog eventjes zo live voordoe. Dan is het wat duidelijker. Het
tijd even het leuke konijntje laten zien. Dat is ook een cutie, hè. Dit is dan een kleine en er is dan ook nog een grote bij. Ik ga vandaag alleen de kleine gebruiken. Even kijken. Het duurt even voordat hij er doorheen is. Beter even een dubbel stukje papier doen, dan gaat het sneller. Oh, heeft hij hem nog niet goed gestanst? Nog niet. Huppakee. Maar dat geeft niet, want we moeten nog vaker. In tijd kletsen we gewoon even. Ik knip er even een stuk onderaf, zodat hij er wat sneller doorheen gaat. Is hij toch nog verschoven, hè? Heb ik weer. Nou, gaat hij nog een keer. In principe heb je dubbel nodig, maar ik ga ze vier keer stansen. Om het nog eventjes wat steviger te maken. Oh, goed zo. Lekker bezig. Kijk. Ik snij dus in plaats van mijn mat, leg ik hem er verkeerd om op. En stans ik mijn, mijn magneetmat. Maar we gaan gewoon vrolijk verder, hoor. Maakt niet uit, toch. Zo. Nou, die moeten we dus echt vervangen. Nou, kijk of ik ze nu wel goed heb. Hij gaat lekker hier, zeg. Lekker bezig. Maar we komen er vanzelf. Even kijken hoe laat het is. Oh, we hebben ook nog wel even. Komt goed. Ik had dit beter ook even voor kunnen bereiden. Hè? Dan was het niet zo saai geweest om naar te kijken. Nou ja, als het bij terugkijken kunnen jullie spoelen. Nou, doe ik het dus nog even een keertje allebei. Zodat ik ze straks op elkaar kan plakken. Hier wel heel stevig kartstok, maar dat heb ik ook wel nodig. Dus plak hem dan twee of drie keer op elkaar straks zelf, omdat het een sluiting wordt. En ja, die gaat natuurlijk open en dicht. Het, ja, en dan is het gewoon wel prettig als het een beetje stevig is natuurlijk, hè? Ja, dit gaat weg. Nou, doen we. Nog een laatste keer. Dan heb ik ze allemaal goed ook. Lijkt wel een brilletje zo. Heb ik hem er goed op geplakt? Ik heb hem er goed op geplakt. Mooi. Bloopers met Irina. Die hebben we elke week eigenlijk wel een keertje. Hè? Maar daar hoort er ook bij, toch? Een laatste keer. Zo. Nou, lawaai weg. Deze gelijk weer terugplakken, anders dan ben ik die straks ergens kwijt of zo. Dat willen we natuurlijk ook niet. Zo. Nou, dan ga ik ze even op elkaar plakken, zodat ze wat steviger worden. Dan doe ik de, als het ware, lelijke kanten, noem ik het dan maar, op elkaar. En daartussen extra veel lijm, zodat hij daar mooi stevig wordt, want dat wordt je vouwpunt straks. En die is niet heel stevig, dus niet heel, heel dik, dus die moet echt lekker stevig worden. Deze ook. Daar weer eventjes extra veel. Goeie pakken. Nou, het handigste is natuurlijk als je dit als eerste doet. Want dan kan hij even goed stevig drogen. Hè? Want als de lijm nog zacht is, dan, dan is hij ook minder stevig. Dus doe dit even eerst en laat het even goed drogen. Dan heb je minder kans dat hij scheurt. Als het ware. Nou, die kleintjes doe ik dat dus ook. Ik zie dat ik vieze vingers heb.
Zo. Klaar. Nou, wat gaan we nu doen? Ik ga ze dus nu vouwen. Dubbel. Deze die kant op. En weer terug. Dus ril hem niet te stevig door. En de andere kant op. Want als je hem te stevig doorrilt, dan heb je kans dat hij gaat scheuren. En dat willen we natuurlijk niet. Dat is zonde. Nou, bij de onderste doen we hetzelfde. Deze gaat die kant op. Mijn vieze vlekken ook nog wegwerken, zie ik. En dan deze die kant op. Zo. Dan ziet het er zo uit. Dan pak ik mijn envelopje. Nou, jullie begrijpen dat natuurlijk al. Moet even kijken waar die ongeveer moet, zodat die er helemaal goed doorheen past. Want je moet er rekening mee houden dat dit vleugeltje, deze dan, door die bovenste moet. Dus ik lijn hem uit. Zo. Pak ik even mijn potloodje. Zet ik een klein streepje. En dan weet ik op welke hoogte die moet komen. Zo. Vouw ik hem open. Als je het leuk vindt, zou je hier natuurlijk ook nog een leuk designpapiertje kunnen doen. Dat is misschien ook nog wel een leuk idee. Zullen we dat nog even doen? Nou nee, dat zie je dan hier doorheen. Ik doe het nu niet meer, dat had ik eerder moeten doen. Maar dat is dan natuurlijk ook leuk. En dan pak je een designpapiertje van 13 bij 13. Nou, ik heb hier nu mijn meetpunt. Nou, dat is dan ook precies het midden van het kleine stukje wat je eruit gesneden hebt. En dan pak ik eerst mijn ene vleugeltje. Dan doe ik lijm op aan deze kant. En ik zorg dus dat dit stukje, dat middelste puntje, aansluit op het stukje wat we net met potlood hebben gemaakt. En dat ga ik dan nu ook gelijk weer weggummen, want anders vergeet ik dat en dan kom ik er niet meer bij. Zo, dat is één. De andere, die tweede, die vouw je dubbel, die komt er precies zo tegenaan. Nou, moeilijker wordt het echt niet. En dit is al niet moeilijk. Ho, ik ben echt aan het knoeien. Deze komt er zo tegenaan. Onderste gaat op dezelfde manier. Nou is het wel. Nu heb je natuurlijk niet het lijfje erbij op van het leuke vlindertje. Maar ja, dat kon met deze sluiting niet, want dan kon ik hem niet goed vouwen. Dus ik dacht, dan kies ik ervoor om het zo te doen. Nou, dan heb je hier de vlinder. Dan doe je deze twee bij elkaar. Stap je hem er doorheen. Zo. En dan vouw je ze hier open. En dan heb je hem als het ware dicht. Dan gaan we deze vleugeltjes natuurlijk nog wel even een beetje pimpen. Had ik ook iets voor klaargelegd ergens. Maar ik heb geen idee waar ik dat nou weer gelaten heb. Dat weer weggeveegd. Oh nee, dat heb ik hierin. Ik denk al. Foei. Dan doe ik alleen de buitenste. Zo. Even kijken. Deze. Even zien hoe het ook alweer in elkaar zit. Die zo. Hoe moest die ook alweer? Ja, deze manier erop. Dat is één. Zodat hij toch een beetje gaat spreken. Even kijken of ik nog beeld heb. Yes. Die daar. Moet even kijken hoe ze ook alweer om moeten. Ik dacht toch wel echt zo. Ja. Even mijn pincet zoeken, want dat is toch makkelijker.
die hier. Zo, komt u maar. Yes. Nou, het zijn niet super kleine stukjes hoor. Dus het is op zich ook goed met de hand te pakken. Nou, nog eventjes wat details erop doen van het vlindertje. En dan gaan we hem daarna helemaal aankleden. Dan kunnen we precies zien waar de rest moet komen. Die daar. En dan natuurlijk het kaartje er nog in. Je kan dit natuurlijk ook gewoon met een leuk designpapiertje doen. Maar let er wel dat het natuurlijk wel ietsje slapper wordt allemaal. Iets minder stevig. En het vlindertje, ja, dat zou ik echt gewoon het stevige kartstok doen. Omdat het, nou ja, je gaat het natuurlijk niet 100 keer open en dicht doen. Maar als je het te vaak doet, dan kan het gaan scheuren. En dat zou zonde zijn. Die kleine vatten wat mee. Die grote is ietsje zwakker. Nou, dat is dat. Dan ga ik op het randje erop zetten. Hij is toch scheef. Ik ga hem toch nog eventjes door mijn dinges doen. Toch maar even vastzetten. Nou, het wordt er niet heel veel beter van. Maar wel iets. Zo. Hier nog een klein puntje eraf. Nou, dat zien we niet, dat is buiten beeld, maar... Raststrookje. Ik doe hem nu. Nee, ik doe hem niet open. Want dan weet ik niet meer waar ik de positie doe. Deze zetten we hier. Ik doe hem zo meteen weer even open. Zo. Nou, dat ik het hekje. Dat heb ik een beetje uit kraaf gestanst. En dan. Beetje bewerkt met inkt. Nou, dan ga ik met foamblokjes eventjes wat omhoog brengen. Zo. Wat een lieve kleurtjes, hè? Ik vind het zo leuk. Nou, dan had ik deze. Allebei. Ho, ik had er twee, maar misschien dat ik er één gebruik, denk ik. Het is wel leuk om er ook een beetje roze bij te doen. Het knietje. Het knietje, het haasje. En dan had ik nog een vlindertje. Nou, dan wordt dit, die erbij wordt nog een beetje te gek, denk ik. Zo, het is wel een hele leuke. Maar doen we die op een andere. En die daar. Ja, leuk. Nou, gaat ie. Zo. Nou, dit had ik allemaal al van tevoren even gedaan, maar het is een heel simpel om in elkaar te zetten. Die bloem, dit zijn de onderste standjes. Die doe je in een lichtere kleur of donker, wat je leuk vindt. En die plak je er dan bovenop en dan heb je een geheel. Het zijn dus niet hele kleine stukjes gelukkig, maar echt heel makkelijk om, om leuk in elkaar te zetten. Nou, takje. Zo. Konijntje, nee, haasje, fooi. Zeg ik het weer. Oh, ik had nog een klein bloemetje ook, hè. Zo, zet ik het kleine bloemetje. Dit bloemetje komt uit de set van de... Van, ik zeg weer, lieve heerbeestjes, van de vlindertjes. Oh. Zo. Het is ook leuk omdat...
het staartje met een soort viltbolletje te doen. En dan doen we deze hier nog op het rupsje. Zo, nou, dan gaan we dat weg. Moet ik mijn spelpen even zoeken. Je zou nog een leuk stukje gras. Nee, dat doe ik niet. Wordt mij te vol, maar als je het leuk vindt, moet je dat zeker wel doen. Nou, dan heb je dus zo je envelop. Die doe je open door hem bij elkaar te vouwen. Omhoog. En dan doe je hem open. Misschien vind je het leuk om de binnenkant natuurlijk ook nog met een designpapiertje te doen. Dan leg je je kaartje erin met je tegoedkaart. En dan pak je hem weer in. Op deze manier. En dan heb je zo een leuke envelop giftkaart. Nou, dit is wat ik jullie wilde laten zien. Ik hoop dat jullie het een leuk ideetje vinden. En als jullie hem gemaakt hebben, zou ik het natuurlijk super leuk vinden als jullie hem ook eventjes laten zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Zijn er vragen? Zet ze even in de reacties. Ik kijk er even naar en ik hoop dat ik ze dan kan beantwoorden. De gebruikte materialen heb ik ook gelinkt. Die staan hier onder de video. En nou, tot een volgende keer. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!